We hebben vandaag de laatste dag van ons bezoek in Albanië. En we hebben gesproken met de internationaal secretaris van de regeringspartij. Om te kijken hoe we de ondersteuning vanuit de overheid in Albanië voor de projecten die hier lopen in Albanië beter kunnen afstemmen op elkaar. Dat gesprek hebben we voortgezet met de jonge en energieke burgemeester van Tirana. En hij heeft echt beloofd om allerlei bureaucratische hindernissen die er nog steeds zijn in de verschillende projecten, om die weg te werken. Hij gaat er actief aan meewerken. All in all denk ik dat we daardoor kunnen terugzien op een mooi en goed bezoek aan Albanië. En steun aan de projecten die hier in Albanië gedaan worden door de medewerkers van de stichting Kom Over en Helpen.